Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaamse Openbaar Vervoer, FOSOF, weet niet waarom er een herregistratie komt van de particuliere bussen. Minister Albert Jubitana van TCT heeft dat onlangs bekendgemaakt. Surya Sahadeolal, voorzitter van FOSOF, zegt dat dit niet is gecommuniceerd met de bushouders. Hij vindt dat een herregistratie de problemen binnen de sector niet zal oplossen. Dat heeft wenkbrauwen doen voor ons bij mij als persoon, zeker. En ook zeker bij de bushouders. Want de aanleiding daartoe is er ook niet bekendgemaakt. En ik denk de minister heeft in dit geheel nog geen duidelijk beeld hoe de sector eigenlijk in elkaar zit. En de zweepslagen van de sector van de afgelopen jaren. Wat waren de lessen daaruit geweest voor Suriname? Want het kan niet zo zijn dat je op een of andere dag als minister komt. En ik weet niet of hij wel ervoor voorbereid was dat hij ooit TCT-minister zou zijn. Dat hij dan hiermee te maken zou hebben. Want gezien zijn uitspraak, dan kan ik best wel concluderen dat eigenlijk de minister nog niet ervan bewust is waarmee hij eigenlijk bezig is. U weet, Suriname was bijzonder ontevreden met de vorige regering. En men heeft massaal de vorige regering afgewezen. En men heeft voor een nieuwe wind, voor nieuw leiderschap heeft men gekozen. En de herregistratie die de afgelopen periode plaats heeft gevonden ten tijde van de vorige regering, hadden bushouders moeite ermee. En men was ontevreden daarmee. Ja, en nu, indien je hetzelfde gaat doen wat de vorige regering had gedaan met betrekking tot registratie, als jij nu ermee weer gaat komen, denkt u dat dat een tevreden gevoel binnen de sector teweeg zal brengen? Dat was Suraj Sahadeolal. Hij zegt dat de vorige registratie ook geen oplossingen heeft gebracht voor de sector. Een herregistratie moet administratieve processen sneller laten verlopen. Volgens Sahadeolal moet het vergunningenbeleid geëvalueerd worden. In de wereld wordt er momenteel gewerkt met contractensysteem. Een contract is zo makkelijk op een A4. Je zet alles daarop en aan de achterkant van zo'n A4 heb je nog de sancties erbij vermeld. Wat de sancties zijn van zo'n contract. En dan is het, zou het niet raadzaam zijn om het geheel vergunningenbeleid dat wij hebben in Suriname van 1300 zoveel bushouders, dat wij dan het, tot het verleden gaan laten behoren en dat wij het modernere aanpak wat er is in de wereld, contracten, ja, dat wij daarmee gaan werken. Ik denk dat daarmee het geheel van administratief gebeuren, wat er altijd een probleem was bij het ministerie, dat je daarmee het geheel aan een kant hebt kunnen zetten en dat je het probleem efficiënt hebt kunnen oplossen. En waardoor je dan verlenging van contracten, verlenging van die vervanging van die bussen en indien er klachten zijn en het chaosgedrag wat je dan ook zou kunnen opnemen binnen jouw contractovereenkomst, dat je dan daarmee het wildwestsituatie direct had kunnen voorkomen. Maar de minister moet in deze bereid zijn om te willen luisteren naar de organisatie en de wil van de bushouders wat wij als bestuur en organisatie willen. Dat was Suraj Sahadeolal, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer.